De districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, Ricardo Bhola, moet de toestemming die hij heeft verleend aan begrafenisondernemer Hamdert voor onderhoud en beheer van de openbare begraafplaats De Blauwgrond intrekken. Dat is de eis van het bestuur van de openbare begraafplaats en de gemeenschap van Blauwgrond. Mijn ondersteuning is tenminste vanaf het begin om de nabestaanden van de begraafplaats, al de mensen die hier waren begraven, dat ziet u, ja, te ondersteunen voor het behoud en beheer van deze begraafplaats. Omdat als u de media of de informatie hebt, dat het een Harry Trousseau gehaal en getrek met de DC van Paramaribo Noord over wie of wel niet mag beheren. En ik denk dat in een multicultureel samenleving als Suriname waar we leven, de mensen die ruimte moeten krijgen, die rust moeten krijgen. En ik gaf aan het begin het gehaal en getrek van een besluit van de DC van Paramaribo Noord. Het is over en over bekend bij de verantwoordelijke minister. We hebben een brief geschreven dat het beheer die ze aangaven bij Hamdert, het moeten terugtrekken. Het moeten intrekken. Omdat wij natuurlijk ook rust willen hebben voor de nabestaanden die hier hun culturele uitingsheden en gewoonten tot uiting brengt. Volgens de ondervoorzitter van de openbare begraafplaats Blauwgrond heeft dit besluit van de burgervader zonder medeweten van het bestuur plaatsgevonden. Sadi maakt zich zorgen over het feit dat er daar ook andere activiteiten zullen plaatsvinden. Ook de nabestaanden van overledenen zijn huiverig. Ze vrezen dat ze ook belet kunnen worden om hun culturele activiteiten te ontplooien. Een ander aspect is de bestuurlijke administratief-rechtelijke zaak. Ondanks belanghebbenden hebben geprotesteerd, is het besluit niet teruggedraaid. Het bestuur heeft een brief gericht aan de procureur-generaal en het Hof van Justitie om deze zaak middels wet en recht op te lossen. De overheid, met name de districtscommissaris, in dit geval van Paramaribo Noordoost, heeft toestemming verleend aan een ondernemer om hier het beheer te hebben erover. Door de belanghebbenden, de Stichting Belangenbehartiging Begraafplaats Blauwgrond, is toen terecht is hier tegen geprotesteerd. Er is zelfs schrijven gestuurd naar de procureur-generaal en het Hof van Justitie. De procureur-generaal is volgens mediaberichten hebben ze geantwoord dat de ondernemer geen toestemming heeft gekregen om hier beheersdaden te ontplooien. En volgens de nieuwsberichten is ook naar voren gekomen dat de ondernemer niet voldoet aan de kwalificaties van een beheerder. Regio Pawiro geeft verder aan dat dit besluit onrechtmatig is. Wanneer de overheid bestuursbesluiten neemt, dient men eerst overleg te plegen met de belanghebbenden. Echter, men heeft verzuimd deze stap te nemen. Dus volgens dit bericht, en als dat zo is in het schrijven van de procureur-generaal, is dit besluit onrechtmatig. Dit besluit is onrechtmatig. Omdat wanneer de overheid bestuursbesluiten neemt, dan dient ze vooraf adviezen te vragen van de belanghebbenden. Dat is helemaal niet gebeurd.